Een nieuwe dag. Nieuwe beginning. Hij is niet nieuw, maar je begrijpt wat ik bedoel. Welkom in een nieuwe week. Ik ga koken. Het wordt gewoon heel simpel. Spaghetti bolognese. Dat is altijd mijn ding als ik geen zin heb. Dan maak ik het toch met liefde, maar wel snel klaar. Deze had ik van kruid van. Ze hebben een lekkere grote hoeveelheden, je weet toch. Kijk, dat ziet er goed uit, hè? Zo. Hier ga ik voor mezelf volkorenpasta doen. Want het gaat niet goed met de darmpjes. Nee. Done. Yo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik heb een lava gedaan. Schijnbaar is dat een leuke, lelijkste afkorting ooit voor lange wandeling met Kim. En nu heb ik het helemaal lekker gedoucht. Ik ben fris. Geen make-up op. Want ik ga iets heel spannends doen. Ik ga naar Ivy Clinics. Ivy Clinics is een kliniek die gespecialiseerd is in cosmetische en chirurgische ingrepen. Met een natuurlijk resultaat. En ik denk dat ik dat al 2 jaar een beetje google, een beetje rondvraag hoe dat nou werkt. Ik heb nog nooit iets aan mijn gezicht laten doen. En dat wil ik dus wel. Ik wil mijn fronsrimpel, wil ik weten wat de opties zijn. Dus wat je daar, want ik stoor me daar heel erg aan en ik zou dat wel weg willen hebben. Maar iets wat dan niet per se je uiterlijk verandert. Dus dat je niet ineens dit bent of dat je verbouwd lijkt. Dat wil ik niet. Maar ik stoor me heel erg aan deze rimpel. Ik heb hem al, nou, ik denk wel, want ook als ik oude foto's terugkijk. Ik heb hem sinds ik 16 ben al. Omdat ik denk, dit is mijn vermoeden. Ik denk dat het komt doordat ik altijd, ja, ik doe al sinds kleins, of eigenlijk kleins, 16 ongeveer, tang ik mijn haar. En dat is overgegaan in feunen. En met de stijl dan deed ik altijd zo. Ik kijk altijd zo in de spiegel. Helemaal dit. En dan frons ik als een malle. En ik denk dat hij door dat constante gefrons. En natuurlijk doordat je een beetje praat en beweegt. Ontstaat hij ook. Denk dat hij daardoor extra sterk is. Want voor de rest heb ik geen rimpels. Hier heb ik niks. Alleen als ik lach. Nou, volgens mij is dat normaal. En het zijn alleen deze 2 lijntjes. Dus ik ga vandaag naar Ivy Clinics. Ik heb een samenwerking met hen. Dat kwam op mijn pad. En dacht ik, dit is perfect. Dit is een kliniek die ik vertrouw. En die gespecialiseerd is in het gezicht. En ik heb wel vaker research gedaan. En dan waren het bijvoorbeeld klinieken die dan full body deden. En dacht ik van, ik vind het toch fijner als je dan meer in het gezicht gespecialiseerd bent. Dus dit vond ik helemaal geweldig dat dit op mijn pad kwam. En daar ga ik vandaag een intake doen. En ik ga voor 2 punten. Ik ga voor donkere kringen rondom mijn ogen. Ik vraag me heel erg af wat je daartegen kan doen. En dit wil ik weten, want je zou denken, oh ja, dan moet je botox hebben. En ik vind botox een heel eng woord. Terwijl, soms heb je dan een vriend, een kennis of zo, en dan heb je het daarover. Dan blijkt het dat veel meer vrouwen dat doen dan je denkt. Heel veel mensen zijn daar aan zich, wat social media betreft, niet open over. Maar wil je een beetje dichterbij met iemand bij iemand komen, dan is het van, oh ja, dat heb ik wel eens gedaan. Oh, dat heb ik wel eens gedaan. Oh, dat doe ik 3 maandelijks of zo. Ik heb daar ook over getwijfeld van, wil ik dit wel delen of niet? Want er hangt toch een soort van taboe omheen. Dan dacht ik, ja, waarom niet? Ik ben een open boek, dus dan kan dat ook. Maar ik vind het ook een beetje een spannend onderwerp. Ik merk dat ik er niet graag over praat of zo, dat ik het liever geheim hou. Maar ik ga dit avontuur gewoon samen met jou aan. En als ik toch verbouwd lijk, ja, dan sla ik me echt voor mijn kop, hoor. Dat wel. Vandaag wordt eerst boodschappen besteld via Picnic. Doe je via de app. Ik heb zo. Len, ik heb allemaal barbecue spullen besteld. Kijk. Oh, Eliza is over 3 minuten bij je. Kijk hier. Is onderweg. Mag ik het zien? Kijk maar mijn telefoon. Zie je het karretje is onderweg? Oh, Jay Eliza? Ja, zo heet hij. Of zij. Als kijk als deze uit de kies. Dan? Dan wie? Ik zie ze ook de hele tijd rijden hier in Almere. Ik niks populair. Ik vind een gekkie aan de weg. Ja, daar komt hij. Hij komt eraan, jongens. Hallo?
Het busje komt eraan. Kijk, daar komt hij hoor. Hij is aan het zoeken. Hoezo stopt hij zo ver? Hé, hey, hij gaat ergens anders heen. Verdorie. Vriend, ik ben hier. Hier. Oh, hij is aan het zoeken. Oh, hij moet hier keren met dat kleine karretje. Ja, daar is hij. Picnic. Oké. Okay. De boodschapjes in de gerecyclede tasjes zijn allemaal bezorgd. En dan kan ik meteen dit brood voor jou gebruiken, Lenny. En deze heb ik voor jullie voor vanavond. Barbecue worstjes. En kipburgers. Lekker, hè? Kipburger. Voor? Ah, oh, dat is toch een beetje, ja. Hamburgers. Kijk eens wat ik hier ook voor jullie heb. Onderzoek doen naar wat kan ik doen met mijn huid. Mm-hmm. En met name deze twee lijnen. Voor de rest heb ik eigenlijk geen lijnen. Dus ik denk echt dat dat komt doordat je gewoon zo vaak dit doet. Dat klopt. Doordat je het elke keer omhoog trekt. Kijk, ik moet eigenlijk ook weer, want je doet het bij mij ook. Maar doordat je elke keer maar weer over fronsen intrekt bijvoorbeeld ook. Daarom krijg je een soort littekentje. En als je dat niet meer kan. Dan krijg je die rimpeltjes ook niet. Wat zijn de opties? Wat zou het kunnen doen? Wat denk ik in ieder geval voor jou nu het beste is, en als jij dan inhoudelijk straks wat over botox zou vertellen, ja, helemaal goed. Denk ik wel dat je toch inderdaad met botox heel blij gaat worden. Mm-hmm. Alleen moeten we dat minimaal eerst doen. Wil je sponsen? Kan je dat? Ja. Zo? Ja. Ja. Heb ik, nou ja, die heb je wel mooi als je zo goed zit. Dit geeft ook een film voor ons. Ja, kijk maar eens in de spiegel wat er dan gebeurt als je botox. Ja, ik weet hoe die. Ja, nee, maar ik weet hoe die gaat. Ja. Ja? Ja. En, maar, oh, dus dit heet officieel geen fronsen? Nee. Dat zijn je voorhoofdlijntjes. Fronsen die vind ik niet erg. Nee. Maar toen gaat hij wel weg. Oh, echt? Ja, want ik prik nooit, of wij prikken nooit, dat wil je echt niet over handen daar, prikken in het voorhoofd zonder de fronsen te doen. Want dan krijg je een soort disbalans. Dan gaat het zwaar op je wenkbrauwen drukken en dan ga je ook weer laten zakken. Dus die frons die heb je nodig om de stabiliteit te geven voor het voorhoofd. Aha. Wanneer gebruik je fillers? Waar zijn die dan handig voor? Fillers gebruiken wij echt om volume te corrigeren. Dus kijk, stel, als je ouder wordt, je hebt allemaal vetpads in je gezicht. En als je heel jong bent, dan zit dat allemaal keurig op zijn plek. En als je ouder wordt, zakt dat helaas naar beneden. En krijg je volumeverlies. En daardoor krijg je bijvoorbeeld ook een traangoot of ingevallen gezicht of een neuslippenplooi of noem maar op. En daar gebruik je fillers voor. Dus altijd om een volume zeg maar te corrigeren. Echt ietsje zo. Ja, en dat is heel minimaal. Dit ook. En dan onder, je kan nooit boven meer doen dan onder of zo. Hè? Dus je moet altijd in balans houden. Precies. Ja. Oh, ik heb er helemaal zin in. Doe je. Dat is goed, toch? Ja. Nee, ik vertrouw jullie. Ik ga een afspraak inplannen. Lenny, Kai en ik hebben alle drie een mega dutje gedaan. En Alain is onze barbecue master. Kipburgertjes. Te vroeg? Too soon? Too soon? Vroeg gepiekt? Nee, niet te vroeg gepiekt. Ik weet niet of je in beeld bent. Ik ben in beeld. Allemaal op de gok. Ik ben in beeld. We kunnen niet wachten tot ze gaan slapen. Wat gaan we er dan nog op gooien, Alain, op de barbecue als ze helemaal slapen? Wat je wil. Passievrucht. Vind je zwaar mislukt? Ja, ik was koppig. Er stond 2 eetlepels olie. Ik heb zeker 4, 5 eetlepels gehad. Ik vond het zo dry. Yo, goedemorgen. Vandaag is voor mij een spannende dag. Want ik heb dus even goed over nagedacht en zo. En ik ga voor het eerst aan de injectables. Ik ga mijn voorhoofd aanpakken. Kan ik al, jongens. Druk. Ja. Dus op weg naar Amsterdam, IV Clinics. Ik word geholpen door dokter Max. En ik vind het ook wel een soort van prettige gedachte dat het niet permanent is. Stel dat je het toch niet zo fijn vindt of vond. Of dat, dat het je niet bevalt. Dan breekt je lichaam het weer af. Dus dat vind ik een fijne gedachte.
ik ga sowieso mijn voorhoofd doen. En ik wil wel iets meer weten over lippen. Dus wellicht doen we dat ook. Ik ga dat... En voorhoofd weet ik niet of ik dat ga laten zien. Want ik hou nooit zo van naalden filmen. Dus ik kan wel het before en after laten zien. En qua lippen... dat wil ik dus... Mochten er jonge meiden kijken naar mijn video's... Dan wil ik niet laten zien dat dat normaal is of zo. Dat, dat hetzelfde is als een lipstickje opdoen. Dat het niet de normaalste zaak van de wereld is. En dat je jezelf ook moet kunnen accepteren zoals je bent. Dus dat je, dat je het niet zomaar doet van... Hé, nou, ik wil grotere lippen, ik ga het even doen. Dus die, mocht ik dat doen, dan ga ik dat niet filmen. Omdat ik niet wil aansporen tot. Maar ik wil er wel open over zijn. Dus dat. Dus ik ben er open over, maar ik ga niet helemaal van... Jongens... Het is zo geweldig, dit moeten jullie ook doen. Maar mocht je binnenkort zien dat mijn lippen iets groter zijn dan normaal, dan weet je waarom. Het effect wat ik graag zou willen is wat ik heb met lipliner. Dus lipliner doe ik altijd het buitenste randje. Dat wat nu eigenlijk een beetje wit is. En ik zou willen dat mijn lippen van zichzelf ongeveer zo groot zijn als wanneer met lipliner. Dus het zal minimaal zijn. Alleen ik zal het zien. Maar ik kreeg een paar vlogs geleden ook wel een vraag van... Heb je je lippen laten doen? Maar dat is dus niet waar. Ik heb gewoon een goede lipliner. Oké, on my way to Amsterdam. Tess staat me bij, want ik vind dit toch spannend. Het is mijn allereerste keer met naalden. Ik ben gewoon heel bang dat het fout gaat of zo. Of dat ik verbouwd lijk. Ik wil gewoon terug naar mijn originele staat. I don't want to get old. Nee, ik vind het oprecht... sommige dingen van het ouder worden vind ik heel mooi en charmant. En sommige dingen denk ik echt... Nou, jezus. Wat een graftak. Tender staat voor de deur. Wacht op. Hoe spannend dit is. Waarom vindt iedereen dit spannend? Ik denk het wel. Het is toch je gezicht. Het is toch je... Dit zijn ze dus twee. Gaan we even onder handen nemen. Een nachtje logeren. En lekker eten bij Jans. Met Tess en Stephanie. Ik heb zo te zien, zoals je ziet, nog niks op van make-up. En ik moet straks ook nog live met Chantal Jansen voor NC. Dus ik ga even dit varkentje wassen. En dan gaan we door. Ik ben nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik mijn outfit voor vanavond heb. Een topje van Zara en een broekie van Philip K. Deze schoentjes van Bottega. En ik doe er een colbertje overheen. Maar dat wordt waarschijnlijk te heet. Maar voor je het weet, koelt het af. En dan moet je voorbereid zijn, G. Dus dan krijg je dit. Een hele grote... Oorbellen, echt chunky, chunky. Is even een cult guy, ja. Dus dan is dit mijn outfitje. Misschien kan ik nog heel even tukken. Heel even. Gaan we proberen. Ik moet zo dus live, maar ik heb net mega vaak geniest. Dus het wordt echt niet best. Ik doe even een glaasje water. Voor het geval dat nee, toch mijn keel gek doet. Hey, autodrop, nice. Maar ze hebben toch ook altijd een flesje? Ze zijn zo bezuinig of zo. Altijd water. Altijd. Ze hebben dit. En dit is alcohol, denk ik. Pineapple punch. Die heb ik gekregen van de house. Pineapple punch. Ik weet dat er alcohol in zit. Proeven. Ai ja. Wow. Shit. Wow, nee, die bewaren we nog even. Ik ben niet zo'n klein beetje ook. Ja, ja, we zijn er. Hallo. We zijn er, hallo. Hoe gaat het? Het ziet er lekker uit. Nou, dank. Ik ga zo uit eten, dus ik heb uitgepakt. Jouw zonen zijn 5 en 7, toch? Ja. Ja. Moest je even nou over nadenken. Had je ze gedrogeerd? Wat had je bij je? Ja, gewoon vodka in een flesje en dan in hun, zodat ze het niet door hadden. Ik hoop dat ik nog heel lang en wij allemaal van jouw columns kan genieten.
Ah, thanks. Ik hoop het ook. En ik wens je vast een hele fijne zomer. Jij ook. En eet smakelijk straks. Ja, jij ook, hè? Thank Eindelijk you. Eindelijk weer. Ja. Tot gauw. Doei. Doeg. Nou, was heel leuk met Chantal. Ik ga nu eten. We gaan naar Jans, Stephanie en Tess. Tess slaapt ook hier. We gaan beneden. Choppen! Jans heeft een nieuwe chef en ook een nieuw menu. We gaan even kijken. Ah nee, ik lust echt alles. Hey girls. Hey. Tess. Hey. Steve. Is alles nieuw? Veel, volgens mij. Ja, ik zie wel heel veel nieuwe dingen. Pineapple punch. En een Feuille Lucrelé Chardonnay. Had u mee willen voorproeven? Nee, is goed hoor. Maar hij heeft ook geen curve, dus dat is goed. We gaan even roosten. Cheers. Wat een zwoele avond. Dat moet wel goed zijn. Het ziet er wel zo lekker uit. Oh, lekker. Ja, die is voor mij. Zeebaars toch? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben helemaal in een visbui. Helemaal niet. Oh, maar we hebben allemaal hetzelfde. Kijk eens. Dorade en couscous. En frietjes. Het smakelijk, ladies. Het smakelijk. Zo, nog even wat fotootjes gemaakt. En nu duik ik hierin. Houd trouwens mijn Insta in de gaten, want ik ga een giveaway doen met Pulitzer. Kan je een overnachting winnen. Dat zijn leuke dingen. Had ik eigenlijk mijn kamer al gefilmd? Ik weet niet. Nou, dit is een by night. Kast. Bureau. Een heel hoog plafond. Dit is de badkamer. De badkamer van Pulitzer is altijd super nice. Kijk hier, dat marmer. Dat wil je toch. Oké. Dit is de... Binnen hoor, we zijn binnen. Tess is mee. Hey. En dit is op de hoek. Nou, dankjewel Max. Ik vond het eigenlijk meevallen met de pijn. Dus... Thank you. Doei. Morning. Vocht een wandelingetje gemaakt over de grachten. En nu ontbijten met Tess. Dus dat gaan we doen met Paul's. Oh, shit. Morning, babe. Morning. We gaan echt... Heel erg op de healthy tour. Zo. Zomaar. Het is voor het eerst hè, dat ik dit eet. Het is een chia bowl. Ja. Chia bowl met fruit. Hoi Kort, still going strong. Oké, here we are again. Het is nu een tijdje verder. Een tijdje geleden dus. En de botox ging ongeveer na 2 weken werken. En ik voelde het zitten toen ook. Alsof er hier een laagje... Ja, alsof er hier... Een beetje een drukkend gevoel was. En dat is nu helemaal weg. En het heeft gewoon echt gewerkt. Ik ben er echt blij mee. Ik vind het moeilijk met deze camera. Omdat hij altijd een beetje filtert. Dus hij maakt dingen egaal. Dus ik weet niet of je het kan zien. Dit is mijn voorhoofd nu. Echt zag je het beter. Die lijntjes. En ja, nu zie je ook het echt beter dat het weg is. Maar ik ga even omhoog. Zo. Het is verbaasd kijken van... Jij me nou? Dus dat gaat nog. Mijn wenkbrauwen gaan omhoog. De dokter zei nog van hier kan je ook laten doen. Omdat het dan in balans is. Maar ik denk dat ik dit laat. Ik vind het goed zo. Het waren volgens mij 4 prikjes. En ja, ik ben blij jongen. Ik zie er gewoon minder vermoeid uit. Zeg maar. Nou, deze behandeling. Oh, hier zit mijn concealer in.
Deze behandeling durf ik niet of nog niet aan. Ik vind het toch spannend. Ik ben echt bang dat er wat gaat veranderen. In negatieve zin. Dus met veranderen bedoel ik dan dat mijn gezicht anders wordt dan hoort te zijn. Dan hoe het dus was vroeger. Toen ik nog jong was. Dit is heel moeilijk uit te leggen. Maar ik wil niet dat er iets verandert als in... Hey, je ogen zijn nu ineens kleiner. Weet je wel, dat je een andere vorm gezicht krijgt. De vorm van mijn gezicht wil ik behouden. Dan de lippen. Ik heb nu wel iets op. Dus dat is sowieso altijd wel een vertekend beeld. Er waren heel lang nog bobbeltjes. Precies waar was geprikt. En die zijn nu bijna allemaal opgelost. En van de zijkant... Als ik dus mijn vlogs terugkijk, dan zie ik wel dat het iets meer omhoog staat. Dat vind ik nog echt heel erg wennen. Maar van voor ben ik echt super blij. Dus ik denk dat het wel nice is om te weten van... Je kan met fillers ook gewoon fucking subtiel doen. Het hoeft niet altijd meteen wap, blowfish, weet je wel. Dus ik weet niet of ik dit nog een keer zou doen. Maar voor nu... Ben ik er super blij mee. Dus wanneer ik geen make-up op heb, denk ik ja. Nice. Alleen ja, dus dit nog. Dit maakt me heel moe en oud. En dat het is altijd zoiets van, hey, ben je moe? Nee, ik ben gewoon oud. Dus daar denk ik nog over na. Maar dit is dus het resultaat. En ik hoop dat je het gewoon goed kan zien. Weer, mijn wenkbrauw heb ik ook laten groeien. Dus ik heb sowieso misschien een ander gezicht. Nu. Ik ben ook heel blij mee. Ik deed ze echt te smal. Toch wel. Maar goed. Tot zover deze update. Kusje met mijn filler lips. Niet flatteus, maar wel leuk. Ik lijk echt 1 meter. Nou, geef dan die hakken van je aan. Nee. Ik bedoel, ik vind dit leuk. Je vraagt aan mij, hakken of sneakers? Ik kies voor sneakers en vervolgens is het, ja, het is wel raar, hè? Nee, dat wil ik helemaal niet. Nou, dan ik. Waarom kies je nooit voor hakken? Vind je het lelijk? Ik hou gewoon niet van hakken, ik vind het gedoe. Het ziet er ook gewoon niet, het ziet er gewoon moeilijk uit ook. Maar het is niet moeilijk. Nee, maar het is gewoon pijnlijk om naar te kijken. Maar het is niet pijnlijk. Nee, maar het ziet er wel pijnlijk uit, dus ik hoef het niet te zien. Weet je wat pijnlijk is? Die koffie die ik je ga geven. Wil jij dat doen toch? Oh, ik heb geen sleutel, wacht. Oh ja, heb ik helemaal niet gezegd. Maar de keuken is verkocht en opgehaald. Want dinsdag komt de nieuwe. Ik laat dat nog een keertje zien wel. Misschien wel nu. Kijk, helemaal weg. We zijn helemaal op de plastic bakkies vibes. Kan je nog steeds niet? Ja, nog steeds niet. Oké. Okay. Wel bijna, toch? Ja. Wat voor dag is het vandaag, Kai? Oh. Weet je dat? De regenton? Nee, Vaderdag. Oh ja. Hoi. Ja. Ik kijk voor Dave. Ik weet het. Die en mama, ga maar instappen. Dit was wel de vader. Dave? Nee, nee. Ik dacht wel weer. Oh. Nou, ik schaam me echt. Ik ga die hakjes nog wel pakken, denk ik. Of niet? Ik lijk echt op. Nou, ik lijk echt op een gekkie. Hier hoort gewoon wat. Chiekheid bij, met lengte. Ik zie hiervan mee, kan ik me nog bedenken. Want ik bedenk me nu eenmaal heel vaak. Dave! Davy! Waarom wil je dat ontsnappen? Je hebt het toch goed hier? Oh. Ik heb ze mee hoor. Wat heb je mee? Ook. Hé, hey, als jij blij wordt van je commissie van elkaar aantrekken, maar leg de keuze dan niet bij mij neer. Ik ben gewoon benieuwd wat je gaat kiezen. Ik kies altijd sneakers. Kijk eens zo. Kijk, Len en ik krijgen massages tijdens het rijden. Ik moet zo doen. Kijk, knijp eens. Lenny, ja? Waar heb je dat geleerd? Van mezelf. Van jezelf.